Deze beschouwing die gaat over de oorlog die de milieubeweging voert tegen de natuur, want tegen de mens. Kijk, voor mij is de mens een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. En net zoals dat een bever de stroming van een waterpartij beïnvloedt met een dam en zijn omgeving daarmee verandert, zo doet de mens dat ook. Dus de menselijke activiteit heeft een uitstraling naar de omgeving toe. Dat is zo. En mensen kunnen zeggen dat ze de verandering die mens A toebrengt aan de omgeving, dat ze dat niet leuk vinden. Bijvoorbeeld een chemische industrie en die dumpt de afvalproducten in de nabijgelegen sloot. Nou, daar mag je wat van zeggen, vind ik. En het is in het verleden veel gebeurd, hoor. Er is een polder, de Volgermeerpolder. Ergens in de buurt van Amsterdam, is dat? Ergens in het westen. Daar heeft een bedrijf Dufar, dat was toen onderdeel van Philips. Philips Dufar. Die heeft daar chemisch afval gedumpt. En er is een ramp geweest in India. Het was iets van Bhopal. Er was een ongeluk gebeurd in een chemische fabriek. Maar ja, enorme gevolgen voor de omgeving. Directe gevolgen. Maar daar kan je wat van zeggen. Maar wat wij nu hebben is dat iedere vorm van menselijke activiteit daar zijn er dan mensen vanuit de milieubeweging en die roepen dan van, dit moet stoppen, dit moet stoppen. En dat slaat nergens op. Wat deze mensen doen, dat is hun persoonlijke ongenoegen wat ze hebben. Ik ga nu een boude uitspraak doen, hè? Wat ze hebben, die mensen, die hebben een persoonlijk ongeluk. Ze zijn niet blij met hun leven. En zij gaan niet op zoek naar dingen die ze zelf kunnen doen om gelukkig te worden. Misschien dat ze moeten stoppen met bepaalde ongezonde gewoontes. Misschien dat ze zich moeten verdiepen in rijke informatie, zoals de Bijbel. Misschien dat ze haat die ze hebben naar mensen in hun directe omgeving. Van nou, en die bliep, 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 vies woord persoon, die wil ik nooit meer zien, of zo. Misschien dat ze die mensen moeten vergeven. Misschien dat zij dingen hebben gedaan waarvan ze zelf heus wel weten dat dat niet oké was. En dat ze die voor zichzelf goed gepraat hebben. In de trant van, ach, iedereen doet wel wat. En misschien dat zij moeten beseffen dat alhoewel iedereen wel wat doet in zijn leven, dat dat hun niet het recht geeft om zelf ook dan maar wat te doen. En dat zij dus sorry te zeggen dienen te hebben.
Is dat correct Nederlands? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, denkend aan mezelf, laat ik de hand in eigen boezem steken. Ik heb in de afgelopen jaren echt belachelijk veel gesopen. En gebloot. Nou, daar heb ik ook de consequenties van moeten dragen. En ik hoef verder geen medelijden of wat dan ook. En ik kan zeggen dat ja, ik was zwaar gefrustreerd. Nou, twee tantes van mij die zeiden tegen mij van nou, Perry, we begrijpen je wel. Iemand in jouw situatie. Ja, je hebt het niet makkelijk gehad. En we begrijpen het wel. En die ene tante heeft heel duidelijk gezegd dat ze ja, mijn gedrag in die tijd dat ik zo zoop, dat ze dat borderline gedrag vond. In die zin dat ze het echt niet te pruimen vond. En ja, ik ben gestopt met het suipen. En zij heeft gezegd van, oh, daar ben ik zo blij mee. Zo ken ik je weer. Je bent weer de oude. Nou, wat is de moraal van dit verhaal? Van, nou, dat ik was heel gefrustreerd en ik sloeg ontzettend aan het suipen. En alles was kloten en alles was bla 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 bla. En lag dat aan de wereld? Ja. Ja, dat lag aan de wereld. En was ik daar op een goede manier mee bezig? Nee. Ik zat alleen maar te suipen. En te kankeren. En daar moet je mee stoppen. En dat is het met die milieumensen precies hetzelfde. In die zin dat ze zitten te zeiken over iets waar ze geen invloed op hebben. En waarbij ze wel een ander de schuld kunnen geven. In een vorige uitzending over de oorlog van de milieubeweging tegen de natuur. En daar is het onderwerp stikstof. Daar heb ik als aanleiding, of had ik als aanleiding, een post op Facebook van een vrouw en die ken ik. En die gaat dan ja, door brieven wat ze ergens gevonden heeft en dan geeft ze de boeren de schuld. Ja. Ik zal geen persoonlijke dingen vertellen van haar leven en hoe dat in elkaar zit. En dat is niet om te roddelen of zo. Het zegt genoeg als ik zeg dat iedereen in zijn leven zo zijn verbeterpuntjes heeft. En ik heb die ook. En wat ik gedaan heb, dat maakt me niet goed. We hoeven me geen bloemen te sturen of zo. Maar ik ben gestopt met suipen. En ik heb een open sollicitatie geschreven naar een instantie hier in de buurt. En die doen wat voor gehandicapten. En ik heb tegen die mensen gezegd, kom erop. Ik ben bereid om, zeg het maar, ik kan dit, ik kan dat, ik kan zus, ik kan zo. Het enige nadeel is, ik ben 60. Dus ja, je gaat niet 60 jaar plezier hebben van mijn inspanning. Want ik word geen 120. Dus als ik beval, dan, ja, dan heb je 10 jaar misschien plezier van mij. Ik wil na mijn pensioen best nog wel blijven werken. Dat vind ik helemaal niet erg. Inmiddels werk ik voor die organisatie. Ze hebben mijn open sollicitatie serieus genomen. En mij een kans gegeven. Nou. Hey, ik heb iets gedaan aan mijn leven. Niet zo heel bijzonder. Iedereen kan een open sollicitatie schrijven.
En het werk wat ik nu doe, is helemaal. Ik ben geen kernfysicus of zo. Ik maak toiletten schoon en ik dweil gangen en ruim kamers op en maak wastafels schoon. En... en ik kook. En voor grote groepen, voor 15 man of zo. En dat doe ik met heel veel plezier. En ik ga op mijn fiets naar mijn werk. En nee, ik drink helemaal niet meer. En blowen doe ik helemaal niet meer. En tabak roken. Ja, laat ik het maar eerlijk zeggen. Als ik bij Wim, mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin... daar ben ik eens in de 2 weken, 3 weken of zo. Heb ik de gemeenschappelijke auto nodig. En dan ga ik altijd na afloop bij hem even koffie drinken. Tenzij hij nog slaapt. Ja, kom, hij is in de 60 en mag doen wat hij wil hoor. En hij zit dan tot midden in de nacht op internet allemaal artikelen af te grazen. En door te lezen en samen te vatten. En ja, dan gaat hij pas om 6 uur morgen slapen. Ja, moet hij lekker weten. Ik bedoel, ja, daar moet je geen oordeel over hebben. Maar dan bel ik dus om 2 uur 's middags bij hem aan. Dan zit mijn werkdag erop. Hè. Dan ben ik 's morgens om 7 uur begonnen of zo. Met mijn fijne werk. En dan ga ik bij hem nog even koffie drinken. Ja, soms is hij dan niet wakker. Anyway, maar als hij dan wakker is, dan gaan we koffie drinken en dan rook ik. Samen met hem. Dan praten wij over het leven. Dus dat doe ik dan nog wel. En, nou, jullie weten het nou. Maar dan ga ik bij hem weg. En heb ik bij hem dus een paar checkjes gerookt. En dan ga ik bij hem weg. En dan stap ik op de fiets. En dan rook ik dus niet meer. Ik heb hier in huis heb ik geen tabak. Maar niks. En op mijn werk natuurlijk een rookverbod all over the place. En op de fiets ga ik niet roken. Dat ik word ermee, ik rook niet meer. Vind ik dan. Hè. En die milieumensen, die blijven maar roepen. En die vrouw op Facebook, daar is er eentje van. Er is nog een andere man, en die ken ik dus ook via hetzelfde kanaal als waarmee ik die vrouw ken. Nico heet hij. Die had een Facebook-post gedaan van een demonstratie bij Vattenfall. En dat is een Scandinavische maatschappij. En die heeft de Nederlandse energieleverancier Nuon overgekocht. En de organisatie Extinction Rebellion. Die had een demonstratie gehouden bij het hoofdkantoor van Vattenfall. Ergens in Amsterdam. Met een die-in. Dan ging iedereen voor dood op de grond liggen. Ik vond het te zielig voor woorden. Ja, en waar die vrouw, Trix heet ze, die dan dat artikel plaatste op Facebook met zo'n milieualarm. Dat ging dan over stikstof. En dan de boeren de schuld geven. En dit ging dan over de Nuon. En dan de Nuon, of de voormalig de Nuon. En dan de Nuon de schuld geven van ongeluk. En dan heel frappant krijg ik vandaag een brief van de Nuon. Van Vattenfall, want ik zit daarbij. Met een heel ding erin van ja, en we gaan fossielvrij energie produceren. Dan denk ik, god, dat is wel toevallig. Deze week of vorige week een inval van Extinction Rebellion bij Vattenfall. En dan, huppakee, krijgt iedereen van de Nuon een bericht van we gaan fossielvrij, fossiele brandstoffen bedoelen ze daarmee, energie produceren. Dat doet mij vermoeden dat hier sprake is dat mensen van de marketing hebben voorgesteld dat het mooi past in het beleid
om dus de actie die ze gaan doen, om ze willen dus fossielvrije energie in gaan kopen. En dat kan op zich natuurlijk. Om dat eerst in te luiden met de inval van Extinction Rebellion. Dus dat Extinction Rebellion gevraagd is om een hoop amok te trappen op het hoofdkantoor van Vattenfall. En dan gaat Vattenfall vervolgens binnen 2 weken reageren en dan iedereen krijgt een brief. En hoeveel CO2 kost dat eigenlijk? Maar dan krijgt iedereen een brief en dan en wij gaan er wat aan doen en lees hier het complete plan. En de Nuon gaat, of Vattenfall gaat dan over naar zonne-energie. Mag ik aannemen. Nou, CO2 gaat daar dus over. Hè? En die man, die Nico, die is er denk ik ook nog bij geweest, want hij woont in Amsterdam. En die zei helemaal, oh, Extinction Rebellion, nou, en we pakken ze aan. En, En al die tijd al, hè, dat CO2 gebeuren, want dat is al een tijdje bezig hoor. Dat dat bezig was, toen dacht ik van, wat een onzin. Kijk, om bij het begin te beginnen, fossiele brandstoffen, zo worden ze genoemd. Hè? Nou, ze worden zo genoemd omdat het verhaal gaat dat die brandstof, die aardolie en dat aardgas, dat vroeger organisch materiaal was. Dat het dus fossielen zijn van dieren en planten, van flora en fauna. En die resten, die stoffelijke resten van die planten en die dieren, van de flora en de fauna, die zijn bedolven geraakt onder steenmassa's en ja, onder hele hoge druk en met die hoge temperaturen, want de aarde is van binnen een stuk warmer dan aan de oppervlakte. Dat is een probleem bij de mijnbouw, dat de temperatuur die neemt, dacht ik, 1 graad Celsius toe per 100 meter of zo. Nee, het is misschien wel per 10 meter. Stijgt behoorlijk. Dus beneden in, dus als je gaat boren, die temperatuur daar beneden is hoger dan aan het aardoppervlakte. En dat is geen zonnewarmte die je daar ervaart. Nee, die warmte, waar komt die vandaan? Ja. Ja, van binnen dus ergens. Je kan ook stellen dat die warmte, dat de aarde langzaam aan het afkoelen is. Dat die binnenkant, die is dus kennelijk warm. En die aardwarmte die straalt naar buiten toe. Ja. Wordt de aarde langzaam kouder. Anyway, die fossiele brandstoffen, dat wordt dan gezegd, dat waren vroeger fossielen. Dus vandaar fossiele brandstoffen. Dus vroeger waren die koolstofatomen, die namen deel aan het biotoop, aan het biologische deel van het aardoppervlakte. Want dat zat in planten en dieren. En die koolstofatomen zijn dus beland onder de aardkorst. Ja, is dat de bedoeling? Hoort dat zo te zijn? Ja? Denk jij daar eens over na? Is dat nou echt de bedoeling? Moet het zo zijn dat als je een aarde hebt, dat dan de koolstof die er is op die aarde, dat je die gaat begraven? Ja, hoort dat zo te zijn? Dus vroeger was al die koolstof, dat waren planten en dieren. En dat waren enorme hoeveelheden, planten en dieren. Nou, die planten en dieren die gingen sterven en hun koolstofatomen zijn bedolven onder steenmassa's. Dus die nemen dan niet langer deel aan het leven. Je had die koolstofatomen net zo goed naar Mars kunnen schieten. Of gewoonweg de ruimte in met een grote raket. Ben je het ook kwijt. Heb ik nog nooit iemand over gehoord, hè, van de milieubeweging.
Want, en daarom begin ik erover, als je die fossiele brandstoffen gaat verbranden, dan komen die koolstofatomen terug in het biotoop. In de vorm van koolstofdioxide. En koolstofdioxide, dat wordt opgenomen door planten en gereduceerd tot, even kijken, dit had ik toch hier, ik dacht dat ik het hier had zien staan, een leuk plaatje. Dit is het, die pdf, oh ja, hier staat hij al. Dit is de pdf die ik gebruikt heb bij de vorige uitzending over stikstof. Maar hier zie je dan het verhaal van koolstofdioxide. Ook met stikstof hoort er ook bij, by the way, hoor. Maar hier zie je dan een schematische weergave van een blad van een plant. En dan die bibberstraaltjes, dat is zonlicht. Neem ik aan. En dan de koolstofdioxide. Die komt het blad binnen vanuit de omringende lucht, staat hier. Hè? En dat gaat door openingetjes aan de onderkant van het blad. En die openingetjes die noemen wij huidmondjes. En die gaan daadwerkelijk open en dicht. Dus een plant reguleert dat. En een plant heeft ook een beetje zuurstof nodig. Maar in principe niet. En dat staat hieronder bij deze formule. Ik hoop dat je dat goed kan lezen. De chemische omzettingsformule, reactie, dinges, weergave is dit. Dat is 6 moleculen water, de H2O is water, plus 6 moleculen koolstofdioxide, plus licht. Dat geeft, dat is die pijl, dat geeft C6H12O6. Dat is glucose. Plus 6 zuurstofmoleculen. Dus een plant produceert zuurstof. Als die groeit. Want H2O, dat is ja, of vloeibaar, in vloeibare vorm, of het is waterdamp, dat kan ook. Ja. Dus water of gas. CO2, dat is een gas. Maar dit spul, glucose, dat is een vaste stof. Het heeft gewicht dus. Dus terwijl dit proces plaatsvindt, en je zou dit doen op gewoon heel eenvoudig met een pot en dan wat zaad erin en dan zonlicht erbij en koolstofdioxide moet je hebben. Want zonder koolstofdioxide gaat het hele feest niet door. En je zet dat hele gebeuren op een weegschaal, dan zal je zien dat dat gewicht van het hele gebeuren toeneemt. En waar komt dat gewicht vandaan? Nou, dat komt dus van dat water wat geabsorbeerd wordt. Plus die koolstof. En als je het even uitrekent, dan zie je dus dat, even kijken, je hebt dus 6 zuurstofatomen door dat water plus 12 zuurstofatomen. Zeg ik dat nog goed? 6 van het water plus 12. Nou, klopt. En 6 plus 12 is 18. Nou, en van die 18 zuurstofatomen die binnenkomen, gaan er 12 weer de deur uit. Ja, en dan blijven er 6 over en die komen dus in de glucose terecht. Maar het gewicht wat zich opbouwt in die plant, dat is met name die koolstof. Ja, en zuurstof. Ja. En die waterstof natuurlijk erbij. Maar waterstof weegt niet zoveel. Nou, en dit spul, dat noem je dus glucose. En nou, die zuurstof, daar heb je verder niet zoveel aan. Maar deze koolstof en die waterstof, dat kan je prima verbranden. En vandaar dus dat je, nou, dat snap je allemaal wel. Als je een boom laat groeien, dan kan je hem omhakken en dan heb je hout en dan kan je verbranden. Dan heb je brandstof. Biomassa is dat trucje.
Zo werkt dat. Nou, en als die koolstof niet deelneemt aan dit gebeuren, maar opgeslagen zit onder de grond, dan kan die koolstof dus niet in planten zitten. Nou, en als je die CO2 in de atmosfeer brengt, dan komt dit gebeuren op gang. En dan wordt die CO2 geabsorbeerd door die planten en omgezet in glucose en de rest. En dan heb je plantengroei. En die planten worden opgegeten door dieren. En die dieren krijgen dan ook weer dierengroei. En enzovoort, enzovoort. En dan heb je al die koolstof weer terug in de vorm van planten en dieren. Dan wordt het wel een stuk drukker op deze aarde. En met een hele hoop planten erbij en een hele hoop dieren. Maar is dat erg? Volgens de milieubeweging wel. Het is de oorlog die zij voeren tegen de natuur. Zij willen dat stoppen. Zij zeggen dat toen al die koolstofatomen bedolven zijn onder die steenmassa's, dat dat geen ramp was, maar dat dat hoort. En dat op een aarde mag maar zoveel procent van de beschikbare koolstof deelnemen aan het biotoop. En de rest moet ver weggestopt worden onder steenlagen. Dat hoort zo te zijn. Daar krijgen ze nog een groot probleem mee. Omdat in het geval van methaan, ja, hoe ga je ervoor zorgen dat het methaan onder die steenlagen blijft? Omdat methaan een gas is en het is vrij licht ook nog. Dus het gaat omhoog. Dat methaan, dat komt vanzelf los, vroeg of laat. En ja, waarschijnlijk gaan die milieumensen betogen dat plekken zoals de toendra's en zo, waar veel methaangas in de bodem zit, dat die afgedekt moeten gaan worden met betonlagen of asfaltlagen of zo. Ja, hey, dat klinkt nu gek in je oren, hè? Maar ze zijn nu dus bezig om ervoor te zorgen dat die aardolie niet naar boven komt. Want die aardolie, ja, dat zou een CO2 kunnen worden. En dan worden het planten en dieren. En dat wil de milieubeweging niet. Ja, dat heb je misschien nog nooit gehoord, hè, dat iemand het zo zegt. Maar ik spreek de waarheid, dat zie je toch. Dus CO2 in de atmosfeer, dat levert dus extra planten en dierengroei op. En dat wil de milieubeweging niet. Maar ze willen niet dat duidelijk maken. De milieubeweging wil niet zeggen, wij zijn tegen de natuur en het aantal planten moet minder worden, het aantal dieren moet minder worden. Want ze zijn ook nog van plan om de CO2, de beschikbare CO2 die er nu geproduceerd wordt, om die op te gaan vangen en dan op te gaan slaan onder de aarde. Ze willen ook CO2 onder de aarde op gaan slaan. Om zo dus die koolstof uit het biotoop te halen. Dit is regelrecht satanistisch wat ze doen. Dit is geen grapje. Dit is de oorlog tegen de natuur die ze aan het voeren zijn. Er zijn al voorstellen, ik heb ze al gelezen, dat ze koolstofdioxide onder de grond willen stoppen. En aan de andere kant willen ze dus het verbranden van koolwaterstoffen gaan verbieden, aan banden gaan leggen. Want als je die zou gaan verbranden, dan krijg je CO2 en dan komen de planten en dieren en dat willen ze niet. Kijk, als jij de Bijbel begrepen zal hebben en de kans dat je de Bijbel begrepen hebt, acht ik heel erg klein. Maar stel, hè, dan weet jij door het woord van God dat dit het werk is van Satan, die milieubeweging. Want alleen Satan kan tegen de natuur zijn. Alleen Satan kan tegen de schepping van God zijn. Dus dan weet je, dan voor een bijbelgelovende christen, die eet bij die milieuberichten een boterhammetje en denkt van, en die zegt tegen zijn vrouw en zijn lieve kinderen van oh, meneer Satan is weer bezig hoor. En die eet zijn boterhammetje op. En die gaat lekker aan zijn werk. Ik verslik me in mijn thee.
nou zo erg dit? Hè? Maar ze kunnen dus niet zeggen dat ze het verbranden van fossiele brandstoffen willen om het aantal dieren en planten op aarde beperkt te houden, dat het niet mag toenemen. En wat ze al helemaal niet willen is dat het duidelijk gaat worden dat ze het aantal dieren en planten terug willen gaan brengen op deze aarde. Door CO2 op te gaan slaan in ondergrondse zoutmijnen. Daar kwam het op neer, hè? En ze willen dus waarschijnlijk allerlei zaken zoals aardgasvelden, dat landgebied waar dat methaan, dat is aardgas, dat is methaan, dat zou naar boven kunnen komen. En dan komt die koolstof in het milieu. En methaan, daar kunnen planten op zich niet zoveel mee, maar methaan dat wordt vanzelf door bacteriën en alles weer omgezet in koolstofdioxide. En dan gaan de planten weer groeien en dat willen ze niet. Ja, dit is de agenda van Satan. Dit is de vijand van de natuur. Dus de milieubeweging voert een oorlog tegen de natuur. Nou, ze kunnen dat niet openlijk zo spelen. Want dan zouden wij denken van ja, maar wij willen helemaal niet dat er minder planten en minder dieren komen. Wij willen juist wat Perry wil. En meer planten en meer dieren, dat vinden wij fijn. Wij houden niet van die kale vlakte zoals in de Sahara en de Kalahari en de Gobi-woestijn en hele grote delen van Turkije en Syrië en Spanje. Wij willen die kale toestanden niet. Wij willen overal groen en konijntjes. Net als dat Perry dat wil. Dus ze kunnen jullie niet die oorlog tegen de natuur verkopen als oorlog tegen de natuur. Want dan zou niemand meedoen. En waar komen ze dan mee? Ja, dan komen ze met het feit dat als wij die fossiele brandstoffen maar blijven omzetten in koolstofdioxide, dat we dan gaan verdrinken. Ja, dus dat wij doodgaan. Dat wij, de mensen en ook de dieren, dat de dieren doodgaan als je koolwaterstoffen omzet in koolstofdioxide. Dus ze draaien het om. Dat is Satan zijn werk. Satan draait altijd alles om. Als jij de Bijbel zou begrijpen, maar die kans is echt enorm klein. Maar nogmaals, als je de Bijbel zou begrijpen, dan zou je in één keer snappen wat ik bedoel. Want Satan is degene die van de leugen, die altijd alles omdraait. Dus Satan zal zeggen, als je koolwaterstoffen verbrandt, dan gaan de dieren en de planten en de mensen juist dood. Want dan verdrinken we allemaal. Dat is Satan, die draait altijd alles om. Dus vandaar dat verhaal van die zeespiegelstijging. Nou, dan heb je net al een tijdje kunnen kijken naar deze grafiek. Dit is de grafiek van de zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust. Dit is niet Satan aan het woord, dit is Perry aan het woord. En Perry wist dit al. Maar Perry moest zich eerder beroepen op sites zoals deze, Climate for You, ja. En daar kan je het ook vinden. Dan heb je al deze grafieken. Ja. Even kijken hoor. Waar zeiden ze nou? Zit hij ergens onderin? Nee, wacht even. Ik doe het fout. Climate for You is een vrij grote site, dat kan ik je wel vertellen. Dan moet je hier klikken, Sea Level in General. En dan heb je deze grafiekjes. Ja. Dit zijn de zeespiegelstanden bij Nyålesund. Mijn Zweeds is niet zo best. Dit is bij Nyålesund in Svalbard. Ja, en daar zie je dus dat de zeespiegel aan het dalen is. Dat is een beetje flauw, maar dat komt omdat Nyålesund
Hoe je het ook maar uitspreekt, ik maak maar een grapje. Maar die landmassa is aan het stijgen. Dus ja, als je daar dus de zeespiegel meet, dan meet je een daling. Ja. Hier zie je ook een daling bij Barentsburg. Dat is ook in Svalbard. Hier zie je niet of nauwelijks iets. Dit is Hammerfest, dus ook niet of nauwelijks. Den Helder staat er ook bij. Dit is weer een daling. Stockholm, een heel beroemd voorbeeld. Stockholm daalt als de tierenleer. Gaat met bijna 4 mm per jaar. Stockholm stijgt, sorry. Want de zeespiegel daalt daar. Dus Stockholm ligt er, heeft toch een haven of niet? Ja, in die haven, daar zakt het waterpeil. Met een gemiddelde van 4 mm per jaar. Sinds 1890, hè? Tot nu. Maar dan zeggen mensen, maar climate for you, dat wordt betaald door de olieindustrie. En die gaan dan allemaal namaakgegevens gaan ze verzamelen. En dat zetten ze dan op die website, zodat jij, Perry, helemaal voor de gek gehouden wordt. En als je die mensen dan vraagt, van, ja, heb je daar bewijzen van? Dan zeggen die mensen, nee, daar hoef je geen bewijs van te hebben. Want alleen de olieindustrie, die kan met dit soort dingen komen. Dus het moet wel de olieindustrie zijn die deze website heeft betaald. Want dat kan niet anders. Dus daar hoef ik geen bewijs voor te hebben. Kijk, dat is Satan. Hè? Die mensen van de milieubeweging, die zijn gevaarlijk gek. Maar goed, ik had geen poot om op te staan. Want als climate for you door die mensen even wordt afgesabeld als van, ja, die website, ja, die ken ik, dat wordt gefinancierd door de olieindustrie. En de olieindustrie, die wil ons allemaal kapot maken, want we gaan versuipen. Nou, dan kwam ik erachter via het KNMI dat Rijkswaterstaat beschikt over de gegevens voor de Nederlandse kust. En heel vriendelijk heb ik die van Rijkswaterstaat gekregen. Het was een beetje heen en weer tokkelokkelen. Ik had het eerst niet goed begrepen. Bij deze, voor de lieve mensen van Rijkswaterstaat, sorry, ik had het niet goed begrepen. Maar ik heb even gebeld. Dus ik bel weer even. Dat heeft iemand voor mij opgeschreven. Het is echt heel aardig van die mensen bij Rijkswaterstaat. En dan komt hier de reactie van, dus in tweede, ze hebben al een reactie gegeven, maar dan staat dus hier, u kunt wel degelijk op de aangegeven wijze historische waterstanden downloaden. Ik had niet goed gekeken. En heel aardig van die persoon die dit geschreven heeft, dat teamlid, heeft hij ook nog een linkje naar een kant-en-klare site gegeven van, nou, als je dat allemaal niet wil, dan kan je het hier vinden. En dat zijn deze gegevens. Het gaat over de jaargemiddelde waarde van 6 kuststations. Oh, die zijn hier. Den Helder zal erbij zitten, IJmuiden zal erbij zitten. Dat weet ik zo goed als zeker. Maar Vlissingen zal er ook bij zitten. En, nou, wie ben ik vergeten? Scheveningen misschien. Doet er niet zoveel toe. Het zijn 6 kuststations. En daarvan de jaargemiddelde cijfers. En dat is uitgemiddeld. En dan zie je toch nog dat er binnen een jaar best wel variatie is. Hè? Of binnen een korte periode. Als je hier even een lineaaltje bijpak. Ik leg het er even langs. En hier, daar dus. Hè? Daar is best een hoge. En dan heb je ietsje eerder. Dat laat ik niet erbij pakken. Dan heb je best een lage. Dus zie je in. Ja, wat is dat? Een tijdsbestek van 4 jaar? Ja? 5 jaar. Moet je even eronder kijken. Naar die, ik beweeg naar die lineaal heen en weer. Moet je even met me meekijken. Hier op de onderkant. Daar moet je kijken. Dit moet je even negeren. Hier moet je kijken. Ja? Nou, dan waar ik die lineaal weer heen en weer. En heb je dus ongeveer 1983 en dan is deze is, wat zal het zijn, 1973. Dat is maar 10 jaar tijd ongeveer. In 10 jaar tijd scheelt dat even. Nou, dat onderste bolletje staat bij min 10, zie je dat? Ja? En dat bovenste bolletje, dat staat dan bij 5. Dus in 10 jaar tijd even 15 centimeter verschil. Maar daarna gaat het weer zakken, zie je dat?
Dus het was hier dan eventjes in 1983, 84, nee, bijna 1990 was vrij hoog. Maar halverwege de jaren 90 was er weer een heel stuk vanaf. Maar al met al... Kan dat ding ook weg? Kom. Kst. Dat was leuk. Ja, echt. Nee. Al met al is er sprake van een stijging. Ja. En wat opvallend is, is dat die stijging zo goed als lineair is. Ik ga hem even lopen inzoomen. Wat ze gedaan hebben, is de... Ze hebben al die punten genomen. En die lijn is er niet doorheen getrokken op het oog door iemand met een viltstift. Nee, daar hebben ze lineaire regressie op toegepast. En statistiek was ooit bijna een hobby van mij. Is dat nou? Waar staan de... Oh ja, hier staat het. Kijk, die puntjes, dat zijn de jaargemiddelde waarden van die 6 kuststations. Die lijn, dat is een trend. En dit lichtblauwe deel, dat is de onzekerheid. Dat is een mooi woord. Ja. Nou, dan zie je hier, ik hoop dat ik het kan zien, er zit een beetje onzekerheid omheen. Maar dat is niet veel, zie je dat? En die onzekerheid, die zit aan de uiteinde. Dat is logisch, want in het midden ben je het zekerste van die trend. Nou, die trend is dus 1,9 mm per jaar. Dat kan je hier niet zo heel duidelijk zien. Maar dat staat wel bovenaan in de tekst. De zeespiegel langs de Nederlandse kust is in 128 jaar gelijkmatig gestegen met circa 24 centimeter. Ofwel een toename met 1,9 mm per jaar. Nou, that's it. En je gaat mij niet vertellen dat... dus de Rijkswaterstaat wordt betaald door de olieindustrie. En die hebben heel Rijkswaterstaat van binnenuit geïnfiltreerd. En we gaan allemaal verzuipen. Wij gaan niet verzuipen. Punt. En Nederland... Als er een land is wat zich zorgen zou moeten maken over de stijging van de zeespiegel, is dat een land zoals Nederland, omdat een groot deel van Nederland ingepolderd is. Wij hebben dijken aangelegd. En wij wonen achter die dijken. Nou, ik hier dan niet. Ik zit in Arnhem. Ik zit 6 meter boven de zeespiegel. Dus ja, bij mij zal voorlopig niks gebeuren. De Rijn die stroomt hier op 100 meter ongeveer van mijn woning. Ja, die stroomt naar het westen. Voorlopig hoef ik echt niet bang te zijn dat de Rijn terug gaat stromen richting Duitsland. Wat het geval zal zijn als de zeespiegel zal stijgen boven het land van Arnhem. Maar grote delen van Nederland zitten onder de zeespiegel, ja. En is er een probleem in Nederland? Nee, helemaal niet. Kom je erbij? Niet gemeten over de afgelopen 128 jaar. Wij zien alleen een stijging. En heel opmerkelijk is die stijging constant. Dat is vreemd. Dus er is ergens een effect wat er heel constant aan het toenemen is. En dat veroorzaakt dan die zeespiegelstijging. Want dit is een constante... Een constante stijging. Nou, die stijging wordt veroorzaakt door iets. Dat kan niet anders. Er komt niet zomaar 128 jaar lang een bepaald effect voorbij. Dat is toevallig. Hè? Dit is niet zo van een golf. Hè? Kijk, wat ik net liet zien van 1970 tot 1990 of zo. Wat was het? Dat kleine stukje of zo. Dan had je dus plotseling van jeetje, het wordt heel erg veel meer. Ja, dat was toeval. Dat had te maken met dat de wind... Ja, en is een hoog jaar hier, dan had je heel veel noordwestenwind. En dan wordt dat zeewater wordt naar de Nederlandse kust geblazen. En dan meten wij een relatief hoge zeespiegel. En als je daarna weer niet als je aflandige wind krijgt, ja, dan heb je weer wat lager. Hè? Maar wat je hier mee te maken hebt, dat is een effect wat over 128 jaar al bezig is. En wat kan dat dan zijn? Zou dat...
kunnen komen door de verbranding van koolwaterstoffen? Dat is dan een logische vraag, lijkt mij. Ja? Zou dat kunnen? Nou, de verbranding van koolwaterstoffen, dat is pas goed op gang gekomen hier in Nederland, in elk geval of over de wereld, met ja, in de Tweede Wereldoorlog, dacht ik zo. Dus zou je dan verwachten dat, ja, dat de zeespiegelstijging dan grilliger zou zijn. Dus omdat de zeespiegelstijging zo gelijkmatig gaat, valt zoiets als het verbranden van koolwaterstoffen eigenlijk af. Maar dan nog, stel het zou komen door het verbranden van koolwaterstoffen. Deze stijging van 24 centimeter over de afgelopen 128 jaar, die hebben wij prima kunnen verwerken. Dat is echt geen enkel probleem. Zilch. Niks. En als het over de komende 128 jaar in deze mate doorgaat, wat je zou mogen verwachten, want het is al 128 jaar stabiel, dus ja, dan zal de komende tijd dan weer dezelfde snelheid hebben. Het is 128 jaar al dezelfde snelheid. Nou, dan gaat het nog 128 jaar door. En dan komt er nog 24 centimeter bij. En dan wen. We maken hem uit. Onze dijken kunnen er makkelijk tegen, hoor. En zo niet, ja, dan hebben we 128 jaar de tijd om er wat aan te gaan doen. Snap je? En dan heb je, ik zal gaan afronden, ik ga er nog een andere uitzending aan wijden. Maar dan heb je hier van de reactie van Martin. Dat is deze. Dan moet ik even de audio aansluiten, anders kunnen jullie niet meeluisteren. Dus dat kost maar eventjes. Dan kunnen jullie het ook horen. Zal ik erop klikken? Dit is een lezing die wordt gegeven door professor Dr. Bert Vermeersen. Die werkt en passant mee aan deze verschrikkelijke agenda. En het begint ergens op 1 minuut hier. Moet je even luisteren naar wat hij zegt. Kikkertandje heel erg goed. Kinderen leren we zwemmen, als ze niet, dat ze niet verdrinken natuurlijk. Hoor je? Kinderen leren we zwemmen, opdat ze niet verdrinken. Dit is het satanisme. Maar de laatste tijd maken we ons heel erg veel zorgen ook over iets anders. En dat is zeespiegelstijging. Als die zeespiegel enigszins gaat stijgen, het grootste gedeelte of een vrij groot gedeelte van Nederland ligt al onder de zeespiegel, dan kan dat erg problematisch gaan worden. En zeespiegelstijging komt voor een groot gedeelte door afsmelting van ijs bij de poolkappen. En voornamelijk ijs wat gelegen is boven Antarctica. Daar ligt ontzettend veel ijs nog steeds. En ook boven Groenland. En er zijn ook nog een aantal hele grote gletsjers in de wereld. Met name die bijvoorbeeld bij Alaska. Als die nu allemaal tegelijkertijd zouden verdwijnen, zouden afsmelten of wat dan ook, dan zou de zeespiegel met iets van 80 meter stijgen. Nou, dit is hem dus. Dus ik heb hem nu ongeveer een minuut laten spreken. In het begin begon hij met het woord verdrinken van onze kinderen. En onze kinderen zouden verdrinken als we ze niet zouden leren zwemmen. Verdrinken. En nog geen minuut later heeft hij het over een zeespiegelstijging van 80 meter.
Dit is een hele gevaarlijke man. En hij is zo gevaarlijk omdat hij professor dokter is. En hij geeft lezingen en je luistert hiernaar. Dit is de milieubeweging die de natuur kapot wil. En daarmee de mensheid. Knoop je het goed in je oren. Dus laat je kinderen kijken naar deze man. En zorg ervoor dat je kinderen boos en angstig worden als ze dit hoofd zien. Deze onverzorgde man. Want dat is die. Hè? Zijn uiterlijk is onverzorgd. En ze die blik in zijn ogen. Hij haat de natuur. En hij werkt mee aan die leugen. Dat het verbranden van koolwaterstoffen gaat leiden tot het verdrinken van iedereen. En hem zal je niet horen over de eigenlijke agenda. En dat is het terugbrengen van het aantal planten en het aantal dieren op deze aarde. Dat zal je hem niet horen zeggen. Hij zal blijven hameren op het stijgen van een zeespiegel van 80 meter. Terwijl, wat weten wij? 1,9 millimeter per jaar. Nou, en als je nou de rekenmachine erbij pakt. Staat hij van de vorige keer, maar ik zal het even uitrekenen opnieuw. 80 meter, hè? Dus 80, zie je dat? En dan in millimeters. Dan moeten er 3 nullen bij. Dat is een 8 met 4 nullen. 80.000 millimeter. Gedeeld door 1 punt. Oh, sorry. Punt. Wie nou? Happen naar de baas. Punt. 9 millimeter per jaar. Ja? 80.000 millimeter gedeeld door 1,9 millimeter per jaar. Dan krijg je het aantal jaren. Nou, dit is het aantal jaren. Dus als die trend die door Rijkswaterstaat gemeten is over de 128 jaar. Als je die extrapoleert voor nog eens 42.000 jaar. Dan krijgen wij inderdaad bij de Nederlandse kust hebben wij dan een zeespiegel die 80 meter hoger ligt dan nu. Maar dat is over 42.000 jaar. En deze man, deze arbeider voor Satan, die doet alsof dat morgen zou kunnen gebeuren. Snap je? Maak je kinderen bang voor deze man en dit denken. En vertel je kinderen van de oorlog die de milieubeweging voert tegen de natuur. En vanuit Arnhem zeg ik, met een iets wat zorgelijk hart. Tjus! En zorg ervoor dat wij dit soort mensen de mond weten te snoren.